Wat is er gebeurd? Wie was aan de telefoon? Het is niet gelukt, hè, Sam? Ik ben betrapt. Door de chef-kok. Hoezo? En toen? Hij vond het vreemd dat ik aan het koken was. Het is dus niet gelukt. Daar gaat ons plan. En toen ben ik beginnen smoezen. Dat is Sam-taal. Voor toen heb ik mezelf nog dieper in de nesten gewerkt. Het is oké. Je hebt je best gedaan. Het zal nog niet zijn dat ik mijn best heb gedaan. Noah. Ik heb alles dat we nodig hebben voor die proef van Bo. Hoe? Je zei net dat de chef-kok jou betrapt heeft en je bent zelfs beginnen smoezen. Een beetje meer vertrouwen, Noah boy. Kijk, ik treuzelde een beetje aan die afwas. En ik heb gewacht tot iedereen weg was. En op dat moment heb ik alles verzameld. Kijk. Water. Wauw. Ammonia. En een lepel. We hebben dus alles gevonden. Ik heb alles gevonden, behalve rode koolsap. Rode kolen kon ik wel vinden, maar het sap van ja, die... Ja. Dus je bent die rode kool beginnen koken, bla 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 bla. En toen kwam de chef-kok binnen. Exact. En ik heb gezegd dat ik hapjes aan het maken was. Als verrassing, met rode kool. Ik wist niet dat jij kon koken. Ik ook niet. Zot, hè? Maar je vond het een keigoed idee. Maar weet jij hoeveel werk dat is? Om voor iedereen van het bootcamp hapjes te zitten maken met rode... Ben je voor iedereen van het bootcamp hapjes beginnen maken? Ja. Een van die kleine potjes. Kijk. Hier. Super hipster. Amuse girl heet dat blijkbaar. Het is voor jou. Maar dat is niet belangrijk. Wat veel belangrijker is, is dat wij al het materiaal en de rode koolsap hebben voor de eerste proef van Bo. Oké. Als we snel zijn, dan kunnen we die proef nog fixen voor Bo online is. Exact. Goed gedaan, maat. Kom. Workshop time. Ja. Workshop. Oké. Sam. Ja. Wat? Het is toch zonde om eten weg te gooien? Heb je Emily gehoord daarnet? Blijkbaar was dat hapje super lekker. Ik wil ook eens proeven. Het is bijna 7:15. Bo kan elk moment bellen. Wat zei je? Dat je van mijn hapje geproefd hebt en dat het lekker was? Sam. Super lekker? De proef. De proef. De bekers. Ja. Sam, we doen het rustig, oké? Maïzena, een kwart. Goed. Oké, glas 5, 10 druppels betatine. Ik kan dat. 12? 10. Dat is een hoop. Oké, laatste check-up. Glas 1, 3 eetlepels rode koolsap en een kwart theelepel maïzena. Check. Glas 2, 1 eetlepel ammonia. Yep. Glas 3, 2 eetlepels schoonmaakazijn. Mm-hmm. Glas 4, 2 theelepels zuiveringszout en 2 eetlepels water. Yes. Glas 5, 10 druppels betadine. Klopt. Glas 6, een half bruistablet vitamine C en 2 eetlepels water. Check. Oké. En dan nu telkens elk glas in het volgende gieten? Ja, en dan... Allee, wat gebeurt er dan? Geen idee. Zolang die kamer hier maar niet begint te daveren, zoals de gangen, lijkt het me helemaal oké. Bo. Hey. Hey. Zeg alsjeblieft dat jullie goed nieuws hebben. Alles staat klaar. Ja. Tweelingbroer en superlief, tot uw dienst. Ja. Liefje, weet je wat we eigenlijk moeten uitzoeken? Nee. Ik weet waar de route start, maar om de zoveel kilometer staat er telkens een splitsing met 2 kleuren of symbolen ernaast, 1 voor elke weg. En zo gaat het een paar keer. Zie? We zitten nu aan deze splitsing. We wachten eigenlijk gewoon op jullie om ons de juiste weg te wijzen. Wacht eens. Die weg die jullie gevolgd hebben op die kaart... Die heeft dezelfde kleur als ons eerste glas. Noah, hier moet de link zijn.
Alright, we doen het gewoon. Ja, we zien wel wat het geeft, toch? Kom. Ja. Klaar? Klaar. Op hoop van zegen.